Bewoners van het dorp Pikin-Saron-Tepara hebben vanmorgen uit ontevredenheid de weg naar Apura gebarricadeerd. De wegbarricade bleef enkele uren staan. Hierna heeft de politie de blokkade verwijderd waarbij een persoon hardhandig werd afgevoerd. De dorpelingen zijn namelijk niet te spreken over het functioneren van het dorpsbestuur onder leiding van kapitein Earl Papotto. Zij vinden dat de leiding na 7 jaar nog geen zichtbare ontwikkelingen voor het dorp heeft kunnen bewerkstelligen. Met name het ontbreken van elektriciteit en schoon drinkwater is voor de bewoners een doorn in het oog. We hebben geen elektriciteit, we hebben geen water. Ik mag u dan wijzen, het is nu zo. Als het uit de kraan komt, ziet het er precies zo uit. We moeten hem in een emmer zetten om eigenlijk te laten zitten, zou je zeggen, dat vuil te laten zitten. En dan moeten we dit uiteindelijk drinken. Als u hier naar kijkt, zelfs niemand kan dit accepteren. We moeten in kaarslicht studeren. Wij als bijvoorbeeld de leerlingen bedoel ik. De leerkrachten hier die hier wonen en werken. Ik kijk dan verder naar onze gezondheid. U ziet het zelf als het water vuil is. We hebben geen stroom. Onze ogen gaan eraan. Onze gezondheid gaat eraan. Het stof van de weg zelf. Nu heeft het heel even geregend. Dus je ziet het niet. Maar wanneer het niet in de droge tijd. Moet u gewoon met uw braid, uw koplampen aan, gewoon rijden door het stof zelf hier. Het is niet goed. Ik zeg, als het aan de onderkant van een auto wat kan doen als je het niet was, wat bouwen wij als mensen? Een faillatorie, een stroomtorie. Na sinds midden op Chimboy, mensen zijn even gevallen in het dorp. Maar de ingisma, de abonsafrivasie. Even tegen ons aan het idee dat ik een modus ook hij accepteren, hij wacht. En dat dan alle die jaren precies zo, de Engelibangen precies zo. Maar op het gegeven moment, mijn persoonlijk ko in attack omdat die mina wang wang van deze kan gi wang bigi koto je gita papis dat die omdat de miera jugo jugo in het dorp bigi jugo jugo want aan echt serieus zijn en aan grap zijn. De wijze waarop de politie de wegbarricade heeft verwijderd, heeft ook kwaad bloed gezet bij de dorpelingen. De persoon die is afgevoerd is volgens hen totaal onschuldig. Dus Amano doet niks. Dat juist mijn vent dat ik de scooter kon creëren van Sanigo. Want als scooter vast was, dame. De dame dat ik mijn etakje maar mijn fascio. Want de scooter kon een bedoeling. En mijn vent is zo erg voor deze taki. Na via deze akmopo. En de afas kultu kon ahora dame. Mi vindt dat als kultu no ma afout helemaal. Ino ma ahora dame. Wees als ma akan taki ma ino ma horen. Dat die ahora dame adame en me krigeri. No, afvindt dat ja worem alasana. A man taki ategi de man taki. Ute kamangwe. Isi de bige grabama. De horem, de alas het vast de horen en futu en anisafa de furu. De horen de charingwe. A man no do noti. Maar amandat is recht toe zijn met een kapitein die dit is dan. Na amandat pot een kapitein. Na die dit dat een kapitein Reiko inderdaad. Want ik die familie is recht kotego nu taki een kapitein Reiko en werkelijk een kapitein Reiko in wat wagi akkoord go in een gang dat wat gaan van passie dat agagwe bakken dat is koud te doro. Dat betekent dat als een city na dat city na bigisi als een city en anomar. Anomar zo een chin dorp dat uno ude acht ude na bakakba. Sibi yari, na ome yari udabaka. No opot wan kapitein, wan yong wan, ane do next. No sibi yari, we suk futak u gralanti miepuno, gralante sens koutu konguno. Ano kan. Janneke Moura-Awali, die ook ontevreden is over de huidige situatie in Pikin-Saron. Ze had samen met andere dorpelingen vanmorgen de weg naar Apura gebarricadeerd. Het is onze nieuwsdienst niet gelukt een reactie te krijgen van het dorpshoofd en de directeur van de Surinaamse waterleidingmaatschappij.